Is uw partij alleen maar voor de christenen of ook voor andere geloven? En wat wil er dan eigenlijk voor worden? Kunt u hem op vertellen? Nu gaan we echt beginnen, of niet? Oké. Of ik zenuwachtig ben? Nee, ik ben nog niet zo zenuwachtig. Waarom dan niet? Maar er zijn af en toe wel, komen wel spannende momenten aan. Ik sta de avond voor de verkiezingen, dus dat is 14 maart. 15 maart hebben we verkiezingen. 14 maart is het laatste debat. Dan sta ik eerst tegenover Mark Rutte en dan sta ik tegenover Geert Wilders. En dat zijn wel hele spannende debatten. Dan weet je dat heel veel mensen kijken. Heel veel mensen twijfelen nog, welke partij zal ik stemmen. En dan weet je, ja, dat is wel belangrijk dat je dan echt vertelt wat je vindt. Was u goed op school? Bij sommige vakken was ik wel goed. Maar ik vond wiskunde vond ik wel lastig. Talen vond ik ook lastig. Maar ik vond geschiedenis vond ik heel leuk. Aardrijkskunde vond ik heel leuk. Dus dat waren wel een beetje mijn favoriete vakken. En bent u wel eens uit de klas gestuurd? Ik denk dat ik één keer uit de klas ben gestuurd. En waarom was dat? Ja. Ben je wel eens uit de klas gestuurd? Nog niet. Oh, hou dat zo. Omdat ik dwars door de leraar heen praat. Omdat ik, dat was echt een beetje chaos was dat. En mensen gingen met propjes gooien. En toen riep ik ook wat. En toen zei hij van, ga maar weg. En hij had wel gelijk. En wat wilde je dan eigenlijk voor geworden? Boer. 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 Ik ben geboren naast een boerderij. Wel in een dorp. En dan legden we zo een plank over de sloot. En dan liep ik over de sloot naar de boer. En dan mocht ik helpen met melken. Dat was een heel klein boertje met een paar koeien. En moest ik echt met de hand moest ik dan zo melken. Dus ik had ook speelgoedkoeien, speelgoedtractors. Het leek me echt heerlijk. Het leek me fantastisch. Maar het is het niet geworden. Nee, en later ben je dan toch voor het politiek gegaan? Ja, dat is pas veel later. Want toen wilde ik soldaat worden. Ik wilde nog een tijdje dominee worden. En journalist wilde ik worden. Ben ik ook geweest nog een jaar. En toen is het dat had ik gezien. Radio 1. Radio 1, precies. Bij de EO. Ja. Oh, ja. Leuk. Ja, zeker. Is ook heel leuk, journalist zijn. Ja. Ja, vinden jullie ook wel, of niet? Vind je het leuk? Ik vind het ja. Leuk. Ja. Wat wil uw partij voor kinderen? Ik wil dus dat jullie als gezin dat je wat meer ruimte krijgt, dat je ouders wat meer tijd krijgen. En ook nog een heel belangrijk punt is dat wij willen dat de aarde die we aan jullie doorgeven, mijn leeftijdsgenoten en mensen die ouder zijn, geven eigenlijk de aarde aan jullie door, dat die schoon is, dat die groen is, dat de lucht die je inademt, dat dan gewoon fijne lucht is en geen vieze lucht. Heeft u zelf ook zonnepanelen op uw dak? Dat is een goede vraag. Ik heb groene stroom. Dus ik ben veranderd van mijn energie, energieleverancier. Dus die zorgt dat er groene stroom komt bij mij. Dus ik heb groene stroom. Maar op mijn dak heb ik geen zonnepanelen. Dat kost best veel geld. Dus ik ben er wel voor aan het sparen. Ik wil het wel, maar ik heb het nog niet. Is uw partij alleen maar voor de christenen of ook voor andere geloven? Wij zijn een partij van christenen voor iedereen. Dus als wij het goede willen, dus als wij zeggen wij willen schone lucht, zeggen we niet alleen schone lucht voor christenen. Of niet alleen goed onderwijs voor christenen, nee, dan is het voor alles en iedereen. Dus we zijn er echt voor iedereen. We zagen dat er in uw partij gedoe was over homo's. Wat vindt u daarvan en waarom is dat eigenlijk? Nou, voor mij is er geen gedoe. We hebben 10 jaar geleden een keer een discussie erover gehad. Ja. En wat je ziet is dat er verschillend gedacht wordt over het homohuwelijk. Maar dat we allemaal vinden, en dat vindt iedereen in de ChristenUnie, dat je gewoon heel veilig voor je geaardheid uit moet komen als je homo bent. Dat je gewoon kunt zeggen, ik ben homo. En dat je veilig bent op school, dat je niet gepest wordt. Dat je veilig bent op de sportvereniging en in de kerk en op straat. Dat je gewoon jezelf kunt zijn. Dus dat is voor ons een heel belangrijk punt. Maar van de paus mag het niet. Dus voor de extremisten, ik weet niet of er iemand extremist is onder de ChristenUnie, die zouden dat misschien wel vervelend vinden. Nee, maar de paus zegt ook, ik wil dat homo's veilig zichzelf kunnen zijn. Dus hij is tegen het homohuwelijk, nou dat mag je zijn, maar hij zegt, ik wil dat mensen veilig gewoon zichzelf kunnen zijn. Dat ze gewoon homo kunnen zijn. En wie ben ik, zei de paus een keer, wie ben ik om te oordelen? Nou, dat vond ik een hele mooie, vond ik een hele goeie. Ja, ik ook. Ja. Kunt u hem op vertellen? Mijn dochter die vertelde vanochtend een mop. Zal ik die dan maar vertellen? Dat is de eerste die me te binnen schiet. Ik vergeet ze heel vaak. Maar zij vertelde de mop. Er waren twee slakken en die stonden aan de kant van de weg. En die wilden oversteken naar de bushalte. En toen zei de ene slak, zullen we maar oversteken? Toen zei die ander, nee, laten we maar niet doen. Want over een week komt er een auto langs. Oké, die is leuk. Jij vindt die leuk? Ja. Ik vond hem oké. Wilt u een Snapchat selfie met ons maken?
Ja, ik heb zelf geen Snapchat. Nee, die hebben wij hier. Ja, nou, dat gaan we doen. Leuk. Dat is heel grappig. Dat is Kiss. Je kunt er niet eens uitkiezen. Oh, die is mooi. Ja? Dat is Lincoln, is dat. Dat is de president van... Nee, die niet. Die is heel erg. En met die baard, Lincoln. Ja, met die baard. Ja, die vind ik mooi. Oh, deze, deze ook leuk. Hier, die doen we, die doen we. Die is mooi. Zijn wij gewoon... Hier, doen we even zo. Leuk. Heb je hem? Ja. Moet kijken. Ik heb een baardje. Geweldig. Hey, jullie zijn goede interviewers, hè? Dank u wel. Goed gedaan. En kunt u nou ook nog de Depp? Een hype van 2016. Zullen we samen de Depp doen? Ja, oh ja? Oké. Okay. Gaan we met z'n allen. Doe hem naar links of rechts? Doe hem naar rechts. Nee, de... Zo. Naar links. Oké, ja. Oké. Okay. 1, 2. 3, 2, 1. Tok. Dat deed de koning, die deed het ook. Ja, ja, dat is de video. Ja, precies. Hey, als ik dat thuis doe, dan liggen mijn dochters echt helemaal dubbel. Die vinden dat echt die vinden dat heel grappig. Ik vind het ook leuk. Vind je het leuk? Ja, okay. Heel erg bedankt voor het interview. Hey, graag gedaan. Jullie hebben je drinken nog niet op. Ja, hey, dank je. Dank je wel. Ja, dank je wel. Wat leuk dat jullie er waren. Ik vond het echt goed gedaan.